Kinderdagverblijven Het Elfenbankje is door de gemeente uit het landelijk register verwijderd. Ouders die hun kinderen naar dit dagverblijf sturen, kunnen daardoor geen financiële vergoeding meer ontvangen. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk het einde van Het Elfenbankje. Op het kinderdagverblijf zitten 16 kinderen. De gemeente heeft de ouders geïnformeerd en aangeboden te helpen met het zoeken naar een alternatieve opvang. De gemeente onderneemt deze drastische actie omdat er bij inspecties van de GGD meerdere ernstige overtredingen werden geconstateerd. De inspectie heeft daarop gewezen en een aantal dingen zijn wel verbeterd, maar een aantal dingen niet. En dan is er maar één oplossing en dat is u wordt uit het register geschrapt. Het stadsbestuur benadrukt dat het kinderdagverblijf in het verleden vaker is gewaarschuwd en meer dan voldoende kansen heeft gehad om de situatie te verbeteren. Het stadsbestuur wil af van de verhoogde weg tussen het stationsgebied en de Zuidelijke Ringweg. De sloop maakt onderdeel uit van de aanpak van het stationsgebied Zuidzijde. Daar moet wat het stadsbestuur betreft een busstation komen en ook nieuwbouw. Het verkeer rijdt in de plannen van de gemeente over de begane grond. De buurtvereniging is echter bang dat die een barrière gaat vormen tussen de rivierenbuurt en de Gunobuurt. De vereniging ziet liever het viaduct uitgebreid worden, zodat het busstation op dezelfde hoogte komt te liggen als de nieuwe loopbrug over het spoor. De gemeenteraad behandelt vanavond de plannen voor de aanpak van het zuidelijk stationsgebied. Twee kunstwerken die al meer dan een halve eeuw de Oosterparkwijk sieren, dreigen te verdwijnen. Het gebouw waar de kunstwerken op aangebracht zijn is verouderd en gaat in augustus tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. Het gaat om twee muurplastieken van de kunstenaars Siep van den Berg en Vladimir de Vries. De Stadspartij dient vanavond in de gemeenteraad een motie in om de kunst van de slopers hamer te redden. Raadslid Jacob Bolhuis van de Stadspartij denkt dat het verwijderen en herplaatsen ongeveer 20.000 euro gaat kosten. Bommenberend valt dit jaar een dag te vroeg. Het feest zal al op 27 augustus losbarsten. De reden is dat de 28e op een zondag valt. Met Bommenberend wordt gevierd dat de stad Groningen in het rampjaar 1672 het beleg door de troepen van de bisschop van Münster, Bernhard van Galen, had doorstaan. De herdenking is uitgegroeid tot een groot volksfeest.